Welkom iedereen bij dit eerste webinar in een serie van twee over de bibliotheek op school in het MBO. Mijn naam is Marleen Wijnen en ik ben bij Kunst van Lezen projectleider voor de bibliotheek op school in het MBO. Sinds 2017 zijn we bezig met de uitrol van de aanpak de bibliotheek op school. En inmiddels werkt een aantal bibliotheken samen met ROC's in het land. Met als doel om de lees- en taalvaardigheid van de studenten te verbeteren. Belangrijk in die samenwerking is te weten hoe het MBO in elkaar zit en wie je nu precies binnen die organisatie moet hebben om een goede, duurzame samenwerking op te zetten. Belangrijk is ook te weten wie de studenten zijn en welke opleidingen er plaatsvinden en wat je kunt betekenen voor die specifieke opleiding. Allemaal aspecten die een rol spelen bij de onderwijslandschap MBO, het onderwerp van het webinar van vandaag. Wij zijn blij dat Marijke Ruijstee van het ROC Rijn en IJssel in Arnhem ons meeneemt in dit landschap en onder meer die aspecten aan bod laat komen. Marijke werkt al jaren in het MBO, eerst als docent, later bij het project Taal en Rekenen en nu onder meer als beleidsmedewerker onderwijs en examinering. Normaliter zouden we elkaar treffen in Den Landen, maar helaas kan dat nu niet vanwege de bekende redenen natuurlijk. Dan is het fijn dat we toch de kennis en de ervaring van Marijke met jullie kunnen delen, zodat jullie straks beter beslagen ten ijs kunnen komen als je die samenwerking met het MBO gaat opzetten of verder gaat uitwerken. Marijke, ik wil vragen aan jou om de camera alvast aan te zetten en ondertussen neem ik een aantal zaken met jullie door om alles goed te laten verlopen. Op je scherm staat een knop met het vraagteken en daarop kun je drukken op het moment dat je een vraag wilt stellen of een opmerking wilt maken. Aan het einde van de presentatie door Marijke stel ik haar die vragen en als er te weinig tijd voor zou zijn, dan beantwoorden we die vragen naderhand in de verslaglegging. Dit webinar komt beschikbaar, wordt opgenomen en komt vervolgens beschikbaar voor de deelnemers, maar ook op de BIEB-groep van de Bibliotheek op School in het MBO en in de toolkit van de Bibliotheek op School. Jullie krijgen daar vanzelf een mail over toegestuurd en dan zit daar ook de presentatie bij. Tot slot, Livien den Boer ondersteunt ons technisch en Inge Bos en Stineke Eijsting beantwoorden de chats daar waar mogelijk en zorgen ervoor dat ik straks een aantal vragen heb. Nou, ik zie Marijke al op het scherm. Welkom Marijke bij deze middag. Fijn. Dankjewel dat je bij ons bent en ons mee gaat nemen in dat onderwijslandschap. Ik wens jullie in ieder geval veel plezier en inspiratie en ik spreek je straks over een kleine drie kwartier weer. Oké. Ik ga mijn diavoorstelling, mijn webinar met jullie delen. En intussen stel ik mij inderdaad, ik ben al even voorgesteld, maar nog even. Ik ben Marijke van Huistee, beleidsmedewerker onderwijs en examinering. En ik ben op dit moment vooral betrokken bij onderwijsontwikkeling en onderwijskwaliteit bij het ROC Rijn IJssel in Arnhem. En een van de dingen waar we ons op dit moment heel erg mee bezighouden is hoe wij tegen de achtergrond van alle COVID-maatregelen toch kunnen zorgen dat onze studenten voldoende onderwijskwaliteit krijgen. Want je kunt je misschien voorstellen dat BPV op dit moment, dus de praktijkplaatsen, stageplaatsen, heel lastig zijn om te vervullen. Naast mijn werk als beleidsmedewerker ben ik ook zelfstandig onderwijsontwikkelaar. En ben ik onder andere eindredacteur van Taalblok in het, dat is een MBO-methode Nederlands van Malmberg mogelijk. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Ja, ik werk inderdaad al een hele tijd in het onderwijs, zo'n 35 jaar. En eigenlijk altijd wel met heel veel plezier. Het grootste deel inderdaad in het MBO. En met name de doelgroep, het enthousiasme en de ambities die deze doelgroep heeft, maken dat het gewoon heel leuk is om dit werk te doen. Ik heb eigenlijk geen idee wat u weet van MBO-studenten, dus ik dacht ik begin deze webinar met een vraag aan u. En mijn vraag is welke kenmerken, welke eigenschappen denkt u dat MBO-studenten hebben? U ziet er een aantal staan.
5 om precies te zijn. En aan u de vraag, volgens u, wat zijn volgens u de specifieke eigenschappen, kenmerken van deze studenten? Zijn het studenten die behoefte hebben aan structuur? Is dat een specifieke kenmerk? Of komen ze allemaal van het VMBO? Kan ook natuurlijk. Hebben al deze studenten moeite met abstract denken? En zijn ze praktisch ingesteld? Werken ze met hun handen? Welk beeld heeft u daarvan? Kijk even rustig naar de 5 mogelijkheden en maak een keuze. En ik weet het niet zeker, maar misschien kunt u ze ook wel allemaal tegelijk aantikken als u denkt dat ze allemaal van toepassing zijn. En zodra ik een idee heb of het al zover is, gaan we even naar de antwoorden kijken. Ik denk dat als je kijkt naar mbo-studenten en je bent aan het bedenken welke eigenschappen ze hebben, dan gaat het vooral wat mij betreft om de vergelijking met studenten, leerlingen in het VWO en HAVO. Ik heb het steeds over studenten. Dit is eigenlijk het eerste jaar, 2021, dat wij onze studenten in het mbo ook officieel studenten mogen noemen. Voor die tijd waren onze studenten, werden deelnemers genoemd. En waren de studenten, hadden ze dus ook niet dezelfde, ja, dezelfde mogelijkheden als studenten in bijvoorbeeld HBO of VWO, of HBO of universitair onderwijs. Nu onze studenten ook officieel student mogen noemen, de MBO-student, levert dat gewoon voordelen voor deze studenten op. En ik vind het ook wel terecht dat het zo is. Ik kijk even hoe ver we zijn met de resultaten. Ik zie nog even niks, maar ik denk dat het zo gaat komen. Merendeel van de mensen heeft gestemd voor zijn verschillen onderling meer dan leerlingen HAVO en VWO. Oké, nou, dat is mooi om te horen. Ik kan dat hier op mijn scherm niet zien. En dat klopt, want dat is eigenlijk het belangrijkste. Die structuur enzovoort, dat geldt eigenlijk net zo goed voor HAVO en VWO leerlingen. De ene heeft meer structuur nodig, de andere is beter in abstract denken. Maar waar vooral de verschillen in zitten, als je het hebt over groep mbo-studenten in vergelijk met HAVO-VWO-studenten, HAVO-VWO-leerlingen, zal ik zeggen, dan zijn dat vooral de onderlinge verschillen tussen bijvoorbeeld vooropleiding, tussen niveau, leeftijd, beheersing van de basisvaardigheden, maar ook de ambities, daarin verschillen ze nogal. En als u dat heeft ingevuld, dan is dat ook precies kloppend. Ik kijk even verder met u samen naar hoe het nou zit met die studenten. Ik schuif even met mijn eigen beeldje. Wie gaan er nu allemaal naar het mbo? Zoals je hier kunt zien, is het grootste deel van de studenten die naar het mbo gaan, zijn studenten uit het vmbo. Dat is die lange groene balk en dat is eigenlijk al jaren zo. Wat je wel ziet is dat er ook een aantal studenten HAVO naar het mbo gaan. De HAVisten zoals we die noemen. En ook studenten in het praktijkonderwijs. En studenten praktijkonderwijs is eigenlijk een aparte doelgroep. Zij sluiten praktijkonderwijs niet af met een schooldiploma, maar met een certificaat. En kunnen vervolgens naar het mbo, maar komen dan in het mbo niveau 1 terecht. En als ze dat goed doorlopen, is het voor hen ook mogelijk om naar niveau 2, 3 of 4 te gaan. En de overige studenten, de vmbo's en de havisten, die gaan allemaal naar niveau 2, 3 en 4. We gaan even verder kijken, want even kijken. Ik klik even door, maar dat lukt me niet. Even zien. Het helpt om even met je muis in de presentatie te klikken. Ja,
Nu wel. Oké. Okay. Het MBO in het onderwijsbestel. Want dat is eigenlijk een beetje de kern van dit webinar natuurlijk. En dan zie je dat er de grote brede balk van het MBO en daaronder hangt het VMBO. Wat ik daarnet al liet zien, het grootste deel van de VMBO-studenten gaat naar het MBO. Maar ook zoals je ook al kunt zien, het praktijkonderwijs, wat daarnaast staat, zesjarig. Ook die studenten kunnen uiteindelijk in het MBO terechtkomen. Eerst in instantie dus niveau 1 en vervolgens in het MBO zelf. HAVO, die pijl staat hier niet naar het MBO toe, wel naar het HBO, maar we hebben net zo goed, zoals we net al kon zien, ook zeker studenten uit het HAVO die naar het MBO gaan. En daarnaast ziet u natuurlijk het VWO en HAVO die door kunnen stromen naar HBO en universiteit. En wat eigenlijk het mooie in het Nederlands onderwijsbestel is, is dat zelfs al zou je bij wijze van spreken alleen praktijkonderwijs, zou je daar starten, dan is het zelfs mogelijk om via MBO 1 naar MBO 2, 3, 4 naar het HBO te gaan dan naar de universiteit. Dus die mogelijkheid die heb je in principe. Ik ga even met u verder, want ik wil even laten zien hoe het MBO in elkaar zit. Daarvoor hebben we een hele mooie infographic. Als het goed is, heeft u deze ook met de uitnodiging voor dit webinar meegestuurd gekregen. De teksten zijn namelijk nogal klein, dus ik weet niet of het nu heel goed zichtbaar voor u is. Maar ik leen hem toch even een beetje globaal door. Wat in het MBO van belang is en waar we eigenlijk ook wel trots op zijn, is dat we op 3 manieren kwalificeren. Met een MBO-diploma kun je de arbeidsmarkt op. Je kunt een vervolgopleiding gaan doen. En voldoe je aan de voorwaarden voor goed burgerschap. Dat betekent onder andere dat je Nederlands op 2F beheerst als je een MBO-diploma hebt. Als je kijkt naar de instroom, dan hebben we eigenlijk 3 soorten instromers. We hebben de starters, dat zijn over het algemeen de VMBO'ers en hier en daar natuurlijk die havisten. Die starten met het volgen van een MBO-opleiding om op die manier een vakdiploma te behalen. Je hebt ook de doorstarters, die hebben al een MBO-diploma en willen nog een verder gaan. Hebben bijvoorbeeld een niveau-diploma, een niveau 2-diploma en willen verder gaan naar niveau 3 of 4. En je hebt ook de herstarters, dat zijn de mensen die vaak al aan het werk zijn en die dan besluiten dat ze eigenlijk nog wel een extra diploma zouden willen halen. Het MBO bestaat uit een hele verzameling van opleidingen. De eerste verdeling die je kunt maken is tussen ROC's en AOC's. En de AOC's, dat zijn alle groenopleidingen, die hier als derde genoemd zit, groen en dier. En de overige opleidingen, dat zijn zorg, welzijn, cultuur, sport, eigenlijk alle MBO-opleidingen. En die vormen samen de serie van opleidingen in het ROC. Ik noemde net al even de herstarters, die vaak al aan het werk zijn. En wat je ook ziet in het MBO, we hebben naast natuurlijk nog meer verdeling, kun je ze ook verdelen in 2 typen studenten, de bollers en de BBL'ers. En de bolstudenten, dat zijn de studenten die niet werken, een stage lopen als ze hun opleiding volgen. En de BBL'ers, dat zijn de mensen die aan het werk zijn en daarnaast een opleiding vormen. Die combineren werk en opleiding. En daaronder, in dat ronde diagram, zie je de niveaus nog even staan. Entree, niveau MBO 1 had ik al even genoemd. En dan heb je niveau 2, 3 en 4. En om even een voorbeeldje te geven, stel we hebben het over zorgopleidingen. Dan is er niveau 2 opleidingen, dat is de helpende zorg, de assistent. Niveau 3, dat is de verzorgende. En niveau 4, dat is de verpleegkundige. Er staan nog meer cijfers, maar ik laat het hier even bij, want ik kom zo meteen nog verder op die cijfers terug. Voor we verder gaan, wil ik u even meenemen naar een terras. Een terras met daarop een terrastafel. Een paar stoeltjes en daar staat een maaltijd op. Dat klinkt zo in deze tijd bijna als een utopie. Want hoe lang is het geleden dat we zo heerlijk aan een terras hebben kunnen zitten. Aan een tafeltje met een maaltijd. Maar laten we hopen dat dat in ieder geval na de zomer
of ergens in de zomer misschien weer mogelijk is. Dit filmpje is opgenomen voordat al de ellende rond COVID was. En ten aanzien van die maaltijd op dat terras wordt een vraag gesteld aan voorbijgangers. En de vraag is, hoeveel mbo-opleidingen hebben meegewerkt aan wat hier op deze terrastafel staat? En die vraag die stel ik ook aan u. Wat denkt u? Hoeveel mbo-opleidingen hebben hier aan meegewerkt? Veel plezier met kijken. 28 opleidingen die daar al bij betrokken waren. En dan is het nog niet eens gegaan over de kok en over het bedienend personeel bijvoorbeeld. Er zijn heel veel beroepsopleidingen. En ik laat het hier ook nog eventjes zien in een klein tabelletje aan de linkerkant. Er zijn 182 mbo-beroepsopleidingen. Daarboven staat aantal CREBO-opleidingen. Dat is even iets anders. Dat zal ik even toelichten. Een CREBO is een specifiek nummer bij één opleiding. Maar zo'n opleiding, dat is een opleiding die bijvoorbeeld al een aantal variaties heeft doorgemaakt. Er zijn al een aantal ontwikkelingen in geweest. Dus het uiteindelijk aantal CREBO's, het varianten aan opleidingen is dan 952. Maar het aantal verschillende mbo-beroepsopleidingen is 182. En we hebben 63 mbo-scholen en ruim 500.000 mbo-studenten. Het gemiddelde aantal studenten per mbo-school is 8.000. En op Rijn-IJssel, waar ik werk, hebben wij zelfs 12.000 studenten. Daarmee zijn we niet de grootste, maar wel een wat groter ROC. Ja, u heeft al heel wat opleidingen voorbij zien komen, net in het filmpje. Hier aan de rechterkant, in dat cirkeldiagram, staat nog een keertje hoeveel opleidingen er zijn. En vooral ook welke studenten welke opleidingen kiezen. En dan is meteen duidelijk dat de opleidingen zorg, welzijn en sport, blauwe, donkerblauwe, dat zijn de opleidingen die het meest gekozen wordt. Gevolgd door techniek en vervolgens hebben voedsel, groen en gastvrijheid. Daar horen ook bijvoorbeeld de horecaopleidingen bij. Dan komt de zakelijke dienstverlening, die zitten redelijk dicht bij elkaar. En daarachter zitten ICT en creatieve industrie. En creatieve industrie, daar kiest ICT en creatieve industrie, daar kiest dus 10% van de studenten voor. En bij creatieve industrie moet u denken aan theater, dans, musical, artiest, green. Dan hebben we nog een behoorlijke groep die kiest voor mobiliteit, transport, logistiek en maritiem. En dan komt handel, dat neemt wat af. Dan heb je nog een kleine groep specifieke vakopleidingen en dan nog een heel klein groepje bovensectoraal. Dat zijn gecombineerde opleidingen die eigenlijk samengesteld zijn uit andere opleidingen. En dan is er, waar ik het net al over had, de entree van met 3,2%. Goed, nou, ik heb u van alles verteld nu over de plaats van het mbo in het onderwijslandschap. Over de opleidingen die er zijn in het mbo, wat studenten kiezen. En ja, het is natuurlijk ook leuk om u te laten kennismaken met studenten. Ja, als wij hier gewoon live met z'n allen hadden kunnen zijn, dan had ik studenten mee kunnen nemen en die hadden hun eigen verhaal kunnen doen. Maar dat lukt helaas niet. Daarom twee filmpjes. Eentje, een filmpje over een student niveau 4 en een student niveau 1. Ik zou zeggen, veel kijkplezier weer. Dit waren twee studenten. Met meteen even excuus voor de bevestiging van de rolpatronen. Want inderdaad, het was een jongen die techniek koos en een meisje die zorg koos. Maar toch heb ik voor deze twee filmpjes gekozen omdat ze gewoon allebei heel goed laten zien wat de mogelijkheden in het mbo zijn. En ook dat deze studenten, en zeker de studenten op niveau 1, hun dromen hebben. Het is mooi. Dat is ook leuk aan het mbo. Met je diploma kun je iets zijn en kun je verder. Nog even daaraan toevoegend dat er meer meisjes op het niveau 4 mbo zitten. Dat was dan in dit geval een jongen. Maar in het
je kijkt naar het totale, dan zie je dat er meer meisjes op niveau 4 mbo zitten. En dat heeft mee te maken dat in het VMBO de jongens vaak een wat lagere stroming kiezen. En de meisjes wat hoger, dus als die doorstromen, komen ze ook meteen in niveau 4 terecht. Over het totaal, als je kijkt naar het totaal aantal studenten, dan zie je wel dat er meer jongens dan meisjes in het MBO zitten. En dat, ja, dat is toch nog gewoon zo dat jongens meer techniek kiezen en dat meisjes meer voor zorg kiezen. Goed, nou, tot zover een eerste algemene inkijk. En nu wil ik jullie wat dieper meenemen in het onderwijsprogramma. En waarbij we natuurlijk vooral aandacht besteden aan de talen, aan Nederlands, aan lezen. Ik had hem net al even opgezet. Het is een heel verhaal wat hier staat. Ik begin eigenlijk meteen met examinering. Omdat studenten op het mbo vooral bij het vak Nederlands en ook bij Engels klaargestoomd worden voor hun examen. In 2014 heeft de overheid de beslissing genomen om de examens Nederlands en Engels en rekenen, niet meteen, maar wel in gefaseerd, mee te nemen als eis voor het slagen voor je beroepsdiploma. Dat betekende dat Nederlands en Engels en rekenen dus op een hele andere manier gegeven gingen worden in het MBO. En wat je nu vooral ziet in de laatste periode, in de laatste jaren, dat er vooral bij Nederlands en bij al deze drie generieke vakken gewerkt wordt naar het examen toe. Er staat hier een heleboel. Ik kijk vooral even naar lezen en luisteren. En wat daar aan de examinering de bedoeling is, is dat, dat de studenten een centraal examen krijgen. Dat is een landelijk examen voor alle mbo-studenten. Hetzelfde, dat geldt ook voor luisteren. En daar krijgen ze zakelijke teksten met meer keuzevragen. En dan zijn er nog spreken, gesprekken voeren en schrijven. En dat zijn instellingsexamens die door de scholen zelf gemaakt worden. Kijkend naar wanneer je geslaagd bent, dan zie je dat je als je op niveau 2 zit, dat je een Nederlands 5 of hoger moet hebben. Dat geldt ook voor niveau 3. En bij niveau 4 dat je ook voor Engels een cijfer moet krijgen. En daarbij mogen Nederlands en Engels een van beide 5 en 6 zijn. Bij entree, dus die mbo 1, neem je wel deel aan het examen, maar het resultaat is niet van invloed op je slagen. Eventjes voor wie dat nog niet zo bekend is. Het referentiekader in Nederlands, dat zijn de referentieniveaus die gebruikt worden bij het vak Nederlands. En voor lezen betekent dat dat 2F, dat je alledaagse tekst kunt lezen, vrij concreet, dicht bij de leefwereld van de student. En bij 3F kan dat wat abstracter zijn, wat ingewikkelder. Heel kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat lezen op 2F, dat is je kunt de Telegraaf en de regionale krant lezen. En lezen op 3F, je kunt ook de Volkskrant en het NRC lezen. 2F is vergelijkbaar met wat we bij Engels BE noemen. En dat is ook het niveau waarop elke Nederlandse burger geacht wordt zijn taalvaardigheid te beheersen. Voor Engels, ik zei het al even, dat wordt alleen geëxamineerd op niveau 4. Op B1, dat is het generieke minimum ten aanzien van lezen en luisteren. En op wat lager niveau moet je spreken, gesprekken voeren en schrijven kunnen. Dit zijn de minimale niveaus waarop je examen mag doen. U kunt het later altijd nog eens rustig overlezen. Ik laat dat nu eventjes voor wat het is. Als je dan gaat kijken wat het programma voor de talen, hoe dat eruit ziet in het curriculum, dan is het eigenlijk wel een beetje de ideale situatie dat je zo'n 1,5 uur begeleide onderwijstijd krijgt, dus een docent voor de klas per week. Dat er ook nog een uur taalondersteuning per week mogelijk is. En dat de focus in de klas ligt op examinering. Voor zover mogelijk wordt er wel gewerkt met de drieslagtaal. Ik weet niet of dat bij u bekend is. Maar drieslag betekent eigenlijk 1. Ondersteunend taalonderwijs met die docent. Daarnaast die oefening en remediering wat bij 3 staat. En tenslotte, en dat staat hier bij 2, is het ook in het mbo heel erg nuttig als vakdocent stagebegeleider ook in staat zijn om studenten te helpen om taalvaardiger te worden.
En er zijn vooral ook heel veel digitale leermiddelen om zelfstandig te oefenen. Maar dit levert wel knelpunten op, want er is gewoon weinig ruimte in het curriculum, in het onderwijsprogramma voor het onderwijs. En er zijn studenten met taalachterstand. En die taalontwikkeling ook nog vergroten in de beroepsvakken, dat lukt natuurlijk alleen als die vakdocent daar ook de mogelijkheden voor heeft. Die moet daar ook toe in staat zijn. Dat levert nog eens wat knelpunten op. Ik laat het nog even zien in een diagram, in een staafdiagram. Bij bijvoorbeeld een opleiding op niveau 3, dan zie je dat er 1000 klokuren, dit zijn klokuren, 1000 klokuren per jaar onderwijsprogramma zijn. En dat maar een heel klein stukje daarvan ingeruimd is voor Nederlands, Engels en burgerschap. En in het derde jaar wordt dat nog minder. In het mbo hebben docenten Nederlands en Engels toch een beetje een andere rol dan in het voortgezet onderwijs. De ROC's die zijn verdeeld over opleidingsteams, ook clusters van opleidingen. En docenten die deze vakken geven, Nederlands en Engels, zitten vaak in meerdere opleidingsteams. Dat betekent dat ze het ook heel druk hebben. Dat ze te maken hebben met veel verschillende vakcollega's. En als ze deze vakcollega's al willen helpen bij het taalvaardiger maken van studenten, dan hebben ze wel met heel veel collega's te maken. Wat wel tegenwoordig, dat is een tijdje niet zo geweest, maar sinds natuurlijk de examinering, de eisen voor Nederlands en Engels zijn in het mbo, zijn er ook weer vakgroepen gevormd. Hier staat Nederlands, maar dat geldt net zo goed ook voor Engels. Opleidingsoverstijgende vakgroepen waarin alle docenten Nederlands, Engels die op een ROC werken, samenkomen om te bespreken hoe ze hun vak zo goed mogelijk over het voetlicht kunnen brengen bij studenten. Ik heb het over examinering, omdat dat nu belangrijk is geworden. Naast gewoon het onderwijs staat examinering echt, daar ligt echt de focus op in het mbo. Sinds 2019 mogen studenten niet alleen op de helft van de opleiding hun examen doen, maar ze mogen het doen als ze op het vereiste niveau zitten. Dat betekent dus dat ze bij wijze van spreken als ze binnenkomen en ze doen een niveau 2 of 3 opleiding en ze hebben 2F, dan mogen ze meteen examen doen. En mijn vraag aan u is, dit goed nieuws of is dit slecht nieuws? En ik heb voor u 3 mogelijkheden. Het is goed nieuws, het is slecht nieuws of het kan beide. Dus het is zowel goed als slecht nieuws. En u krijgt nu even de gelegenheid om daarvoor te stemmen, wat volgens u hier het juiste antwoord is. Studenten sinds 2014, ik vertel nog even, dus sinds 2014 is die examinering er. En lange tijd was het zo geweest dat studenten dus pas op de helft van de opleiding deel mochten gaan nemen aan de centrale examens. Want daar gaat het hier vooral om de centrale examens lezen en luisteren. En daarna konden ze dan ook nog andere examens doen. Maar voor die tijd niet. En soms was dat ook wel, had dat wel voor- en nadelen. Omdat studenten natuurlijk ook stage lopen. Het is altijd een heel gepuzzel geweest om de planning van de examens zo te doen dat studenten op de goede momenten die centrale examens deden. Want die waren dan ook echt centraal in een centrale ruimte waar studenten zich voor konden inschrijven. Ik ben even aan het kijken. Is er al een uitkomst? Ja, 57% zegt beide. Oké. Okay. Nou, precies. Beide. Want het is zowel goed als slecht nieuws. Oh, nu ga ik iets te snel. Ik ben eventjes, ja, in het goede nieuws, nee, ik zie toch dat ik in het verkeerde, ik moet nog eentje terug. Ja, nu heb ik hem, ja. Excuus even, maar gaat hier even iets niet helemaal goed. Het goede nieuws, nou, we zijn er, het goede nieuws.
de rest van de opleiding hebben ze dan natuurlijk meer tijd voor andere vakken. En het betekent ook dat de overige studenten die nog niet zo ver zijn, meer aandacht krijgen voor taal, dat er meer ruimte voor is. Maar tegelijkertijd is het ook wel slecht nieuws. En ik weet niet waarom u zowel slecht als goed nieuws eventueel heeft aangetikt. Want het slechte nieuws is dat die studenten dus op de tweede helft, of eigenlijk nadat ze hun examen hebben gedaan, dus ook geen Nederlands en Engels meer krijgen. Ze kunnen dat dus ook niet goed meer onderhouden, of helemaal niet meer onderhouden. Natuurlijk spreken ze nog wel Nederlands en Engels, uiteraard, in de opleiding. Maar echt, de focus is er niet meer. En dat geldt net zo goed, diezelfde focus is zeker ook in niveau 4 nodig, als studenten door willen stromen naar het HBO. Want dan is taalvaardigheid, samenhangt met studievaardigheid, wel heel erg belangrijk. Dus ja, goed nieuws, maar ook slecht nieuws. Ik ga nog even iets meer vertellen over de aandacht voor lezen in het curriculum. We hadden het er net al even gezien dat het vak Nederlands niet zo heel veel ruimte krijgt in het curriculum. En de ruimte die er is, en dan heb ik het even over lezen, dan is er vooral aandacht voor zakelijke teksten. Dus eigenlijk de zakelijke tekst of het centrale examen wordt afgenomen met behulp van meer keuzevragen online. Dus het is eigenlijk ook een vrij onnatuurlijke situatie. Normale lezen in een boek hoeven ze niet in het examen. Ze hebben online een tekst en moeten daarbij meer keuzevragen beantwoorden. Dat vinden ze sowieso vaak al heel erg lastig. Maar omdat daar de aandacht ligt op die examentraining, krijgen studenten mbo, in tegenstelling tot studenten in het VWO en op de HAVO, natuurlijk niet zo heel veel kans om te ontdekken of ze ook lezers zijn. Het fictie lezen en non-fictie voor je plezier of niet gericht op examen, dat komt eigenlijk vrij weinig. Dat gebeurt wel vrij weinig. Natuurlijk zijn de vakgroepen en docenten zich er wel van bewust dat het belangrijk is, en zeker ook het lezen van fictie voor studenten, maar de tijd is beperkt. En leesprojecten, dat is ook waar het volgende webinar onder andere over gaat. Ja, die worden op de ROC zeker opgezet. Maar vaak zijn dat maar korte projecten en die niet altijd leiden tot structurele aandacht voor lezen. Overigens is er nog een vak, en dat is al een paar keer even genoemd, en dat is het vak burgerschap, dat ook op het mbo aan de orde komt. En langzamerhand wordt steeds duidelijker dat een vak als burgerschap zich ook juist heel goed leent voor lezen. En dat is dan ook meteen een tip. Als het bij Nederlands niet lukt, dan lukt het misschien wel bij burgerschap. En ik weet dat in het volgende webinar dat ook aan de orde gaat komen. Want de thema's burgerschap die aan de orde komen in het curriculum van het mbo, zoals de politiek-juridische dimensie, maar ook de sociaal-maatschappelijke dimensie, dat zijn ook thema's waar je ook, ten aanzien waarvan je ook boeken zou kunnen lezen. En waar studenten, als je ze aan het lezen wil krijgen, misschien gemotiveerd krijgt om in het kader van burgerschap en de voorbereiding op wat ze daarvoor moeten doen, aan het lezen te krijgen. Ja, en dan kom ik inderdaad bij die kansen, want welke kansen liggen er voor de bibliotheek? Nou, inderdaad, bij de lessen Nederlands, Engels en burgerschap. En ik heb hier nog even wat aantal zaken onder elkaar gezet, namelijk dat die docenten Nederlands zich er echt wel van bewust zijn dat meer lezen van fictie, non-fictie voor studenten zinvol is. Dus ik denk dat het op heel veel ROC's heel fijn is als medewerkersbibliotheek meedenken over de manier waarop je dat voor elkaar zou kunnen krijgen. Dat geldt ook voor de docenten Engels. En dan heb je ook nog die groep van twee studenten met Nederlands als tweede taal, die vaak ook nog wel Engels als tweede taal hebben. Die zou je natuurlijk ook door Engelse boeken over van schrijvers van landen waar hun roots ligt, die worden vaak in het Engels vertaald in het Nederlands, kun je die ook motiveren om te gaan lezen. En de docenten burgerschap, ja, die zien die mogelijkheden ook wel door via fictie, maar misschien vooral ook non-fictie aan het lezen te krijgen. En docenten Nederlands, Engels en burgerschap werken af en toe al samen hoor. En sommige ROC's werken al samen met bibliotheken. Maar het is beperkt. En omdat ik dacht dat u zich dat misschien ook wel zou afvragen,
Ik heb nog even met mijn collega gekeken gevraagd. Mijn collega is coördinator taalbeleid op Rijn-IJssel. Maar op Rijn-IJssel zijn er op dit moment geen projecten rond lezen. Ik weet dat ze er wel geweest zijn, maar op het moment niet. En dat geeft ook een beetje dat verschil tussen project en gestructureerd. Ik moet er trouwens wel even bij zeggen dat het, ondanks dat ik dat nu zeg, dat het op Rijn-IJssel niet gebeurt, die projecten met lezen, dat het best kan zijn dat een van u denkt, ja, maar wij zijn wel bij ROC Rijn-IJssel binnen. En dat heeft er dan mee te maken dat de ROC's, en dat geldt niet alleen voor Rijn-IJssel, groot zijn. Dat het altijd clusters van opleidingen zijn die samenwerken. En dat het heel goed kan zijn dat wat bij het ene cluster gebeurt, bij het andere niet of nauwelijks bekend is. Dus in die zin zijn er allerlei manieren om het ROC binnen te komen. En dat laat ik ook nog even zien. Ga eerst, als je binnen wil komen in het MBO, kijk natuurlijk eerst eens even of er al lopende projecten rond lezen zijn. Ik gaf net al aan, het is niet altijd zeker dat je daarachter komt, maar er zijn natuurlijk wel sites nu waar je dat kunt terugvinden. En leg dan, als je denkt er zijn, als je geen projecten kunt vinden, leg dan op het ROC bijvoorbeeld contact met die coördinator, die beleidsmedewerker taalbeleid, die dan de ROC breed aan het werk is. Die heeft overzicht over het ROC. Maar kijk ook of je in contact kunt komen met een andere laag, namelijk die van de teamleiders, die van de opleidingen, omdat die mogelijkerwijs ook enthousiast zijn zonder dat die taalbeleidsmedewerker daarbij betrokken is. Kijk ook naar of er het mogelijk is om vertegenwoordigers van de vakgroep Nederlands te vinden, vertegenwoordigers van de vakgroep Burgerschap. Op allerlei manieren zou je dat zo kunnen doen. En ik sluit mijn verhaal voor u af met een aantal sites die u ook weer in mijn presentatie nog even terug kunt bekijken. En ik hoop dat het gaat lukken om steeds meer ROC's en met daarmee natuurlijk steeds meer studenten aan het lezen te krijgen. En niet alleen kort, projectmatig, maar gewoon structureel. Bedankt voor uw aandacht. Dankjewel, Marijk. Ik moest mijn microfoon even aanzetten. Ik had die camera al wel aangezet. Dankjewel voor je mooie verhaal en de inkijk in het MBO. Met terugwerkende kracht krijg ik nog meer bewondering voor die bibliotheken die het is gelukt om inderdaad de samenwerking met zo'n ROC op te zetten. Want er zijn wel voorbeelden in de landen waar het heel succesvol kan zijn. Ik wist al wel dat die nadruk natuurlijk op die examinering binnen het vak Nederlands al heel groot was. Maar als je dan het rijtje naast elkaar ziet van het aantal uren, dan denk je, dan is het nog extra knap als je inderdaad een leesproject voor elkaar krijgt. Ik heb een paar vragen. Mijn eerste vraag is er in het MBO ook zoiets als een taalcoördinator die belast is met het vergroten van de taalvaardigheden, de leesvaardigheden van de studenten? En is dat de vraag die gesteld is? Of er een, ja. Want er is, ideaal gezien zou elke ROC een taalbeleidscoördinator moeten hebben die voor het hele ROC zich hiermee bezighoudt. En zeker in de eerste periode dat de implementatie van de exameneisen Nederlands en Engels, was dat ook zo. Nu is dat niet op alle ROC's meer het geval, maar een groot deel wel. Het is wel heel erg de moeite waard om uit te zoeken of dat op een ROC wat iemand voor ogen heeft, of dat daar is. Ja, oké. Een andere vraag die vanuit de deelnemers naar voren kwam. Ik kijk even naar het scherm zodat ik hem voor kan lezen. Ook naar aanleiding van met name dat de bijdrage, de impact die lezen heeft in het curriculum. Kan er dan geen verdieping komen voor het vak Nederlands of voor studenten? Nee, ik zeg het fout. Voor studenten die snel hun examen Nederlands of Engels halen. Ja, dat is geweldig als dat kan. En dat gebeurt ook wel op sommige ROC's. Maar dat hangt heel erg af en dat kan binnen een ROC verschillen. Dat hangt af van de opleiding, van de teamleider, van het team.
of dat aanbod er ook inderdaad is. Want daarvoor moet dan een team zich sterk maken en daar moeten dan ook uren voor zijn om dat soort dingen te doen. Maar het is wel zeker, het gebeurt wel, die verdieping. Ja. Dat betekent dus dat teams ook eigenlijk autonoom kunnen beslissen over de manier waarop dat ze een onderwijs geven, mits ze maar aansluiten bij de eisen in het curriculum. Begrijp ik dat goed? Ja, en mits ze aansluiten bij, of het gaat ook om het aantal uren dat er voor die vakken is, En zij hebben dus ook de beschikbaarheid over eigen budgetten bijvoorbeeld. De teamleider, die is eindverantwoordelijk, ja. En die eigen budgetten natuurlijk binnen het grote budget van de school. Maar een team en met de teamleider kan zelf daar beslissingen over nemen. Dus het is ook heel erg de moeite waard om met teamleiders hierover in gesprek te gaan. Ja. Nog een tweede vraag die ook te maken heeft met het curriculum is, wie bepaalt de ruimte dat het vak Nederlands krijgt binnen het curriculum? En heeft het vanuit ons, vanuit de bibliotheken en vanuit Stichting Lezen, is het dan zinvol om bijvoorbeeld met beleidsmakers in gesprek te gaan? De ruimte die er voor de talen is, dat wordt in de opleiding wordt elk jaar opnieuw gekeken hoe gaan we ons curriculum inrichten. Er is altijd ruimte voor wat extra's. Maar het zijn echt in principe ik zeg de teamleiders, maar je moet het zo, de teamleiders hebben ook weer een clusterdirecteur boven zich staan. Het cluster van opleidingen, ik liet net even zien, je hebt een cluster van opleidingen rond zakelijke dienstverlening of zorg. En zo'n cluster van opleidingen bij bijvoorbeeld zorg, daarin zijn teamleiders in eerste instantie degene die samen met het team bespreken van wat gaan we doen? Wat gaan we eventueel doen met wat we aan uren nog extra te besteden hebben? En overleggen dat ook uiteindelijk met hun clusterdirecteur die daar eindverantwoordelijk voor is. Oké. Dus op het moment als je meer aandacht wil hebben voor lezen, voor fictielezen in dit geval, dan zou dat een plek zijn binnen de organisatie waar je iets voor elkaar zou kunnen krijgen? Ja. Niet de clusterdirecteur of de sectordirecteur, dat hangt een beetje vanaf welk ROC je zit, maar het betekent hetzelfde. Ja, dat is ook zeker iemand die je daarvoor zou kunnen aanspreken. Alleen vaak kom je gemakkelijker binnen via teamleiders. En zullen, maar het kan beide. Het hangt er vanaf wat de mogelijkheden zijn. Ja. Nog even een vraag. Op het moment als jij... We hadden het net heel even kort over budgetten en een van de aspecten die altijd een rol speelt is geld. Hè? Zijn er binnen het ROC mogelijkheden om gelden, middelen beschikbaar te krijgen voor leesprojecten? Of moet het dan per se een onderdeel zijn van het curriculum? Hoe werkt dat? Dat is verschillend en dat kan ik ook niet zomaar even zeggen. Dat hangt er vanaf wat de school zelf eventueel aan subsidiemogelijkheden benut. Maar je hebt aan de ene kant gewoon wat er het standaardbudget en daarnaast heb je natuurlijk, stel er zijn gelden beschikbaar. Ik heb op dit moment ook niet zo'n beeld van of er extra gelden beschikbaar zijn, maar als die er zijn, dan kunnen bibliotheek en school samen kijken hoe ze van het budget gebruik zouden kunnen maken. Maar als het gaat om extra's, echt extra's bovenop wat het budget van de school is, dan is het eigenlijk alleen maar mogelijk als je daar extra gelden van de overheid bijvoorbeeld voor krijgt. Ja. Als jij op de droomstoel zou mogen zitten, net als die studenten die je net liet zien, ik begreep uit de reacties in de chat dat het beeld al vastliep, maar naderhand kun je die filmpjes altijd nog bekijken. Dus dat even naar aanleiding van de reacties die er waren. Maar als jij nu op de droomstoel zou kunnen zitten, wat is jouw droom als het gaat over lezen, fictie lezen, taalvaardigheid binnen het mbo? Wat is dan belangrijk? Nou, dat zijn twee. Ik denk dat er schieten meteen mij twee dingen te binnen. Ten eerste dat ik het mijn droom zou zijn dat er op in een ROC gewoon een bibliotheek zou zijn. En dat studenten ook heel vanzelfsprekend zouden vinden en ook aangemoedigd zouden worden om te lezen. Bijvoorbeeld in pauzes, maar ook aan het begin van lessen. En dan eigenlijk niet alleen bij de lessen Nederlands en Engels, maar eigenlijk liefst overal. Dat lezen eigenlijk iets vanzelfsprekends is.
En ten tweede, een droom waar ik ook zelf jaren aan mee heb gewerkt om die te verwezenlijken, is dat de vakdocenten zich ook taaldocent voelen. Vakdocenten, want er zijn zoveel, zij hebben zoveel mogelijkheden om studenten taalvaardiger te maken. En sommigen doen dat al vanzelfsprekend, want het heeft ook te maken met didactiek. Maar als een vakdocent nog net wat meer aandacht zou kunnen besteden aan taal, dan helpt dat studenten ook heel erg. En niet alleen vakdocenten hoor, maar ook stagebegeleiders. Dus ja, dat zou heel fijn zijn als dat zou lukken. En het, op een aantal scholen lukt dat ook hoor. Het is niet zo dat het niet gebeurt. Nee, zeker. Want we hebben vanuit het college, vanuit Stichting Lezen, hebben we natuurlijk een aantal voorbeelden van hoe de samenwerking in lezen in het MBO ook vorm krijgt. Dus we zien zeker succesverhalen. Maar ik zie wel dat we die succesverhalen nog meer moeten uitdragen dan dat we nu al doen. Ook om docenten met name te inspireren om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Heb je daar nog tips voor? Als het gaat om het bereiken van die docenten. Goede praktijkvoorbeelden. Daar zijn docenten heel gevoelig voor. Je kunt een heel mooi verhaal ophangen. Maar veel belangrijker is dat je... Ja, dat collega's laten zien hoe zij het doen. En dan denk ik bijvoorbeeld inderdaad aan Deltion of Willem 1. Dat helpt het meeste. Gewoon vertellen hoe anderen het doen. En liefst, ja, eigenlijk het mooiste is als je... En dat ik laat hopen dat dat weer in de toekomst kan. Dat er op conferenties docenten elkaar kunnen laten zien op welke manier ze dat in de praktijk brengen. Ja. Kun je nog iets meer vertellen over hoe de nascholing van docenten in elkaar zit in het MBO? Moet je bijvoorbeeld ieder jaar een specifiek programma volgen? Zijn daar punten aan verbonden? Of is het juist helemaal niet georganiseerd en doet iedereen maar wat naar goeddunken? Hoe werkt dat in het MBO? Elke cluster van opleiding heeft zijn eigen scholingsbudget. En een deel daarvan is gemeenschappelijk en een deel is individueel. En elk teamleider, maar dan praat ik vooral even vanuit wat ik weet van Rijn-IJssel, want het kan heel goed zijn dat het op andere ROC's anders geregeld is, maar dit komt in mijn ogen toch heel vaak voor, dat de teamleider samen met het team het scholingsprogramma bepaalt en dat uitzet voor het jaar samenhangend met het teamplan wat een team jaarlijks maakt. Het plan van wat gaan wij, welke doelen hebben wij voor dit jaar en welke scholing hoort erbij. Maar terwijl ik het zeg, denk ik, er zijn natuurlijk ook scholen, zoals bijvoorbeeld Nova College, die een Nova Academie hebben. Dus een aparte academie die de scholing verzorgt. Dus ja, het is een beetje verschillend. Maar er is in ieder geval elk team, elk cluster van opleidingen heeft een scholingsbudget. En kan daarvan gebruik maken en bepaalt op basis van teamdoelen waar ze voor kiezen. Dus als je inderdaad als bibliotheek mee kunt denken over die teamdoelen en als een van de teamdoelen is om de taalvaardigheid van je studenten te vergroten, ja, dan kan ik me voorstellen dat je ook dat er ook geld gereserveerd, en ik weet niet of de bibliotheken daar iets mee zouden kunnen hoor, maar in ieder geval dat er ook geld gereserveerd wordt voor het taalvaardiger maken van vakdocenten. Ja, nou, dat zou in ieder geval een weg kunnen zijn waarop je de samenwerking kunt starten. Om ervoor te zorgen dat de docenten, ook die vakdocenten met name, meegenomen worden in de grote doelen die we met elkaar hebben om die studenten taalvaardiger te maken. Ja. Nou, dankjewel Marijke. Ik kijk nog heel even met een scheve oog naar het overzicht van de vragen die zijn binnengekomen. Die zijn er niet meer binnengekomen. Dus dat betekent dat we daarmee dit webinar ook gaan afsluiten. Maar dat doe ik niet eerst totdat ik... jammer genoeg kunnen we geen applaus laten horen. Maar ik wil jullie in ieder geval heel hartelijk danken voor jouw bijdrage. Ik wil ook nog even de aandacht vestigen op het tweede webinar dat plaats gaat vinden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met deze twee brochures. Meer lezen, beter in taal van Kees Broekhoff en lezen in burgerschapsthema's. Door Erna van Koeven. Beiden en samen met Lamy Prins gaan op 11 februari hun kennis en ervaringen delen op deze terreinen. En het hele pakket komt ook weer beschikbaar. Je kunt je alvast registreren als je dat wil.
Nogmaals, Marijke, dank je wel voor je interessante presentatie. En ik wil jullie al hartelijk danken voor jullie aandacht. En wens jullie heel veel succes en inspiratie met de samenwerking met het MBO. Tot ziens. Tot ziens.